We zijn met boekdelen op bezoek bij Paul Spaap. Het is een hele tijd geleden dat ik zijn naam tegenkom tussen schrijvers, dichters, boekhandelaren, uitgevers en journalisten. En meer van dat literair volk in het boek De Paap van de Gramschap. En daar zie ik dat Paul een heleboel boeken heeft geschreven, onder andere Niels en Siske, Smokkelen in Brabant, Capelle in Brabant, Spookstad Tilburg, De Wijk het Zand. Hoe zou Paul op het idee gekomen zijn om deze verhalen in boekvorm op de markt te brengen? Ik ben in 1971 schrijvend journaliste geworden. Dus dat wil dus zeggen dat ik vanaf dat moment de kost heb verdiend als journalist bij dagbladen. En inmiddels ben ik mee pensioen. Dus maar in 1971 ben ik ermee begonnen. En al heel snel kwam ik tot de ontdekking dat als je dus zeg maar bijvoorbeeld op reportage ging of een bepaald onderwerp echt uitdiepen. Ja, dat je dan weliswaar een verhaal over kon schrijven in de krant. En dat is natuurlijk prachtig, want ik vind journalistiek het mooiste beroep ter wereld. Ja, maar dan had een pagina gevuld, maar je had informatie in uw kop zitten. En ook op papier, waar je wel een boek mee kon schrijven. Dus zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen van wij sunt eigenlijk. Dat je er verder niks mee kunt doen. En ja, zo ben ik begonnen aan boeken schrijven. Herinneringen ophalen door het schrijven. Zonder jij je af als je gaat schrijven? Nou, ik heb een eigen kantoor. Ja. Hier ten huize van de familie Spaap van Schoten, Hok genoemd. En daar zit ik altijd te schrijven. Ja, dus ik heb echt dus gewoon de rust nodig. Ik kan ook absoluut geen muziek om me heen velen of weet ik wat nog meer. Hey, maar als er iemand dan belt of weet ik wat, of iemand aan de deur of zo, dat vind ik helemaal niet erg. Ik kan me er zo uithalen. Maar ik moet wel de rust hebben, om het zo maar te zeggen. Ben je al ergens mee bezig met bepaald boek? Ik maak elk jaar onder andere het boekje van Weekendkunst. Dat komt dit jaar ook weer. Net als vorig jaar het straatnaamboekje samengemaakt bij Ad Wolfs. En het nieuwe Weekendkunstboekje, dat gaat over 20 jaar Weekendkunst. Dat maak ik samen met Ad Wolfs en Martin Oelemans. Dat is gewoon hartstikke leuk dat we daarmee z'n drieën doen. Maar dat doe ik er dan bij, om het zo maar te zeggen. Maar dat is natuurlijk ook net zo serieus werk als al het andere. Dus zeg maar de grotere boeken waar ik aan werk, dat is een reisboek van de reizen Henny en ik gemaakt hebben met een auto vanuit Moegestel naar Afrika. Dat komt in januari volgend jaar komt er uit. En ik ben met een vriend van mij, Stijn van der Loo, dat is een literair schrijver, zijn wij samen bezig met een heel groot boek over het immaterieel erfgoed van het hertogdom Brabant. Het hertogdom Brabant, dat is dus zeg maar het huidige Noord-Brabant, plus Waals-Brabant en Vlaams-Brabant. Dat is het vroege hertogdom, waar Brussel de hoofdstad van was. En daar schrijven wij een boek over het immaterieel erfgoed. En immaterieel erfgoed, dan moet je denken aan bijvoorbeeld de taalgrens boven Brussel, de religieuze grens in het westen van onze provincie, maar ook bijvoorbeeld de frietgrens. Dus door Noord-Brabant loopt de grens. Dat is aan de ene kant friet, en aan de andere kant patat. Ja. Dus zo zijn er in de hertogdom Brabant heel veel immateriële grenzen die iets vertellen over die mensen die er wonen. En daar schrijven wij een boek over. En dat komt uit in oktober volgend jaar. Een van je laatste boeken, Religies in Brabant, vertel ons daar eens wat over. Ja, nou dit boek, dat heb ik dus geschreven, dat is uitgekomen in oktober 2015. Dus dat is anderhalf jaar geleden. Ik ben zelf 67 jaar. Ik ben iemand uit de tijd van het rijke Roomse leven. En daarvan wil ik heel graag zeggen dat het rijke Roomse leven totaal geen kras veroorzaakt heeft op mijn ziel. Ik denk er met heel veel warmte en plezier aan terug. Aan de tijd bijvoorbeeld dat ik op twee plaatsen tegelijk in Beek Mijzen daar was. En dus maar helemaal opgegroeid in de beste katholieke tradities. Ik heb interesse in religie, daar heb ik veel over geschreven. In volksgeloof. En dan neem je waar dat dus zeg maar 50, 60 jaar geleden Brabant, Moergestel, tot in het kleinste vezeltje was doordrenkt van het katholieke. Daarmee zeg ik niks nieuws. En ik zeg ook niks nieuws dat het bijna totaal verdwenen is. En toen vroeg ik me af, samen met mijn collega Marieke Boerenfijn, als we zoveel katholicisme hebben gehad, als dat allemaal is verdwenen, betekent dat dan dat die Brabanders helemaal geen religieus gevoel meer in hun hart hebben? Is het helemaal over? En toen zijn wij op onderzoek uitgegaan, wij zijn gaan onderzoeken, hebben die Brabanders nog
iets van religie in zich. Nou, en het verslag van die speurtocht naar het hedendaags geloof in Brabant is het boek Zin in Brabant. Hier staan 50 religies in beschreven van de ruim 120 die er op dit moment in Brabant zijn. De Rooie Fik, een van de laatste boeken. Ja. Wat heeft jou bezield om dit boek te maken? Nou, dat heeft onder andere te maken met die Jan Nijksring die ik ooit gekregen heb. En toen stelde ik voor mezelf vast van dat ik dan wel die prijs vanuit Beek gekregen heb, maar dat ik eigenlijk nooit iets over Beek geschreven heb. En dat was voor mij de aanleiding om te gaan denken, ik moet eens een keer iets over Beek schrijven. Maar Beek, dat is een dorp wat heel erg zelfbewust is, terecht natuurlijk. Het is een prachtig dorp. Er zijn heel veel boeken over verschenen. He, dus ja, je kunt niet dingen gaan herhalen. Maar een van de bekendste personen uit Hilvarenbeek, dat is die zwerver, de Rooie Fik. Ja. En het verbaasde me gewoon heel sterk dat die Fik zo'n fenomeen is in Beek. Iedereen die kent hem, iedereen kent er verhalen over, dat daar nooit een boek over was geschreven. Nou, en dat was voor mij dus een inkopper. En toen ben ik naar onze Karel gestapt, dat is een jongere broer van hem, waar ik het goed mee kan vijlen. En die heel goed kan buurten. En die in Beek woont. En daar heb ik aan haar voorgesteld om samen dat boek te gaan maken. Zijn vrouw Ineke heeft trouwens ook meegeholpen. Het idee was dan wel om een boek te maken over de Fik. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Die leeft alleen in de herinnering van de mensen. Dus dat wilde zeggen, als we dat boek wilden maken, dan moet ik de informatie gaan halen bij de mensen. Janus Kleitmans, die heeft de meeste tekeningen en schilderijen gemaakt die erin voorkomen. Ja. Want Janus Kleitmans was in de tijd dat de Fik was, nog leefde. Toen was dat zeg maar de huisschilder van Hilvarenbeek. Misschien wel 100 keer of 1000 keer een Beekse toren geschilderd. Janus Kleitmans, dat was een vertrouwenspersoon van de Fik. De Fik die kwam heel vaak in zijn atelier, zijn eigen warme, bij de kachel, een bakje koffie drinken, zijn nood klagen. En die stond dan ook toen de Janus Kleitmans hem schilderde. Allerlei soorten bekenaren passeren de revue. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Niet alleen over de Rooie Fik, maar heel veel bekenaars heb je erin betrokken. Ja, nou, dat is een hele interessante vraag. Dat heeft ermee te maken van die Rooie Fik, dat was een zwerver. En die is de populairste bekenaar aller tijden. Dus, en om die man die positie te geven, vond ik het nodig om de samenleving te beschrijven waarin hij functioneerde. Want als ik hem helemaal alleen zou beschrijven, dan zou ik hem het hele proces rondom de Rooie Fik geen goed doen. Ik moest gewoon ook die samenleving beschrijven waarin hij bestond. Dat is een twee-eenheid. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om de persoon Rooie Fik tot leven te brengen in de samenleving waarin hij existeerde. Sebastian Lode heeft al vele boeken geschreven. En je kan van hem houden of niet. Maar de komende lange winteravonden zullen bij het lezen van zijn boeken een zomerstintje krijgen.